Wedstrijd tegen FC Zwolle op het programma. Chaos was troef. De BVVendam verloor met 2-1 en Amal McEnroe en Roel Jansen werden uit het veld gestuurd. Veendam miste Lesmond Prinsen en Michiel Klinkers wegens blessures en Zwolle deed het zonder 5 basisspelers. Boekweg, Bosgaard, Den Dunnen, Wijnands en Slot, zij allen waren geblesseerd en ook werden zij een beetje gespaard voor de na-competitie. Daar heeft Zwolle patent op. Onder leiding van de toekomstige hoofdtrainer van FC Groningen, Dwight Lodewegers. Dit is het eerste doelpunt van Zwolle, gemaakt door André de Ridder. En het ging allemaal heel simpel. Veendam werd in het eerste halfuur helemaal zoek en helemaal scheel gespeeld door de Zwolse ploeg. Positiespel van Zwolle was veel beter en af en toe hield de verdediging van Veendam een handje. Een pegel van Steeg wordt geen doelpunt, maar in de rebound 2-0 door Richard Roelofsen. Zwolle kreeg in het eerste halfuur 6 uitgespeelde kansen en Veendam mocht de handen dichtknijpen dat Peter van der Vlag goed in vorm was. De enige kans van Veendam voor rust, blauw op Kolder en een schot van Svetkov, die had natuurlijk moeten zitten. Deze trainer Martin Koopman had Hendriksen uit het veld gehaald. Hij was niet helemaal topfit en Kolder ingebracht en dat was een goede zet. 30 minuten na rust rolt er zomaar een bal in. En de maker van het doelpunt van de BV Veendam, Miele Kristev, volgend jaar spelend in het Oosterpark. En dit gebeurt een minuutje later, Armand McEnroe. Hij neemt Sunny Olsen te grazen en dat betekent rood. Domme overtreding van McEnroe. Dat wordt een schorsing en die zal ongetwijfeld doorwerken in de volgende competitie. Dubbel dom dus. Kolder groeide als invaller uit tot de beste man van de BV Veendam met afstand. Voorzet van Hobbelen en een mooie poging van Marnix Kolder. Maar niet zijn 11e doelpunt in dit seizoen. Het was het laatste wedstrijd van Kolder. Want hij vertrekt binnenkort naar Frankrijk voor een toernooi met het Nederlands team onder 19. Door het aanvalspel van Veendam kreeg Zwolle in de eindfase nog een paar beste mogelijkheden. U zag er al eentje van Richard Roelofsen en hier is er eentje van Aben Huys. We zitten in de eindfase zo rond de 25 seconden voor het eindsignaal van scheidsrechter Rijn Koopman. Een uitbraak van Aben Huys en die wordt even licht aangetikt door Roel Jansen. En dat betekent rood. Dat weet Jansen ook. Verontschuldigend gebaar. Hij moet ook het veld af. Zal ook geschorst worden en dat zal ook doorwerken in de volgende competitie. Weer dubbeldom dus. Veendam verliest. Verliest met 2-1 en verliest 2 spelers. Ja, zoals ik al zei, chaos dus bij de BV Veendam. De uitslagen en de gevolgen van de 33e en voorlaatste speelronde in de Totendivisie. Helmond Sport verslaat MVV en Haarlem pakt een puntje tegen Den Bosch. VVV verrast Eindhoven en FC Zwolle de BV Veendam is u bekend.